Nog drie, nog vier en hij blijft liggen. En je hebt hem, pak hem er maar af. Ja, hij lag toch al een beetje scheef. Daaronder ligt een waarde van 350 gulden. De eerste stap naar Mexico, die is gezet. Maar nu, hou vast. De N van Nico. Een N, ja, zit er één keer in. Goed. En draai maar door. Je gaat goed, je komt op 450. De S van Simon. Nee, helaas. Brigitte, jouw kansen weer. Kijk eens, Brigitte, halen we de 2000. Hoogste bedrag, tweede ronde. Nou en of, je hebt hem. Goed. Ja. De R van Richard. De R van Richard, ja. Zei je? We gaan eens luisteren. Nee, helaas. Ja. Harm, ga maar door. Harm, we gaan naar een bedrag van 800, denk ik. Als je er tenminste wil blijven hangen, ja. De M van Marie. Een M. Zit er één keer in. Goed. En Harm draait verder. Nee, je hebt nog geen idee, Harm. Nee, kan het nog niet. Een beetje erg moeilijk. Je komt op 400 gulden uit. De K van Karel. Nee, helaas, Monique. Monique! Oh, wat vreselijk. Die 360 gulden is niet zo'n ramp, daar is overheen te komen. Maar je bonus, die ben je ook kwijt op die bank. Oh, jee. Het is een echte ramp. Brigitte, ga maar door. Keihard spel, Rad van Fortuin. Of je wint inderdaad het grote fortuin, of het kan ook helemaal fout gaan. Brigitte, je gaat naar de 350 toe. De D van Dirk. Een T, nee, zit er niet in. Harm. Jij gaat er gelukkig aan voorbij, Harm. En je komt uit op 300 gulden. De Z. De Z van Zacharias zit er niet in. Monique. Je kan het weer goed gaan maken, Monique. Alleen die bonus, die ligt niet terug op het spel. Maar wie weet kan je wat geld bij elkaar sprokkelen. Je komt uit op 600. De L van Leo. Een L. Ja, die heb ik wel. Goed. Wij zijn nog steeds op weg naar een titel. Monique die draait en komt uit op 200 gulden. De G van Gerard. Nee, helaas, Brigitte. Kijk eens, Brigitte, een joker komt in jouw richting. Gaan we hard genoeg of net niet? Ja, nou en of, je hebt hem. Pak hem vlug. Ja, goed. Leg hem naast je neer in de hoek. En je mag meteen doordraaien. Je gaat weer goed, komt op 700 gulden. De P van Pieter. Een P, nee. Jammer. Waar zet ik me op? Ah, gelukkig, ze denkt eraan. Ja, ik mag niks zeggen. Goed zo, Brigitte, ga maar door. De V van Victor. Een V, nee, ook niet. Harm, draaien. Een moeilijke titel, mensen, dat blijkt wel. Want onze kandidaten schieten niet echt veel op, nog niet tenminste. Maar
Maar Harlem, die komt op 200 en we gaan naar je luisteren, Harlem. De T van Theodor. De T van Theodor, ja, die heb ik één keer. Goed. Harlem, kijk eens, gaan we naar de 2000 toe. Nog even, nog eentje en je hebt hem, goed. 2000 gulden, hoogste bedrag. En nu een goeie, hè? De B van Bernard. Helaas, ik moet je teleurstellen, man, want ik heb hem niet. Nee. Nou, Monique, kom op, hè. Nee, 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 nee. Ja, 1000 gulden. De H van Hendrik. Een H, nee, ook niet. Brigitte. Brigitte komt op 550 gulden. De W van Willem. Nee, Brigitte, ook een W heb ik niet. Hoe jammer ik dat ook vind voor je. Harm, ga maar door. Nou, Harm, wordt langzamerhand tijd, hè? Inderdaad. Dat we er iets aan gaan doen. Maar ja, 750. De J van Jan. Dat is een goeie van je. Ja, prima. En nu, Harm? Ja, nog maar... geen idee, Hans. Dan zou ik maar vlug draaien, want okay. Die 5 seconden zijn zo om. Ja, of eens een klinker kopen, hè. Dat mag ook. Ik zeg het maar eens. 450 wordt het 600. 450. Mag ik een klinker kopen? Nee, nu moet je een tweede klinker zeggen, ja. Als je gedraaid hebt. Dan wil ik graag de F van Ferdinand. Het spijt me, het zit er niet in. En Monique... Wat ga je doen? Maar ik ga draaien. Oh Monique, het is wel iedere keer kantje boord bij jou, zeg. 1000 gulden. De C. Dat vind ik ook een hele goeie. Ja, zit erin, één keer. En nu zijn onze medeklinkers allemaal op, dus of mag je een klinker kopen of je gaat het zeggen. Ik wil graag een klinker kopen. Dat mag. De I. De I. 1 I heb ik. Wat ga je nu doen? Nog een klinker kopen? Dat kan. De O? De O zit er niet in. Brigitte. Ik wil het proberen te zeggen. Calamity Jane? Calamity Jane! Wat goed zeg! Wow! Wow! Brigitte, wat vind ik dat knap. Ken je de musical? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik heb wel eens iets van gehoord, maar ik ken het eigenlijk niet. Hele beroemde musical. Er is ook een film van gemaakt met onder andere Doris Day in de hoofdrol. Ja. En met die rol is zij eigenlijk wereldberoemd geworden. Jij mag lekker prijzen gaan kopen en je mag het gaan doen voor 500 gulden. Ga je gang. Dan wil ik voor... Ja, Brigitte, moeilijk, hè? Voor 150 gulden een mini-foodprocessor. Eens even kijken wat je gekort hebt. Voor 150 gulden een mini food processor, dan staat er nog 3,50. Dan wil ik voor 130 gulden espresso set. Voor 130 gulden een espresso set, dan staat er nog 2,20. Wil ik voor... Even kijken hoor. Kijk jij maar even rustig. 100 gulden telefoon. Voor 100 gulden een hele mooie telefoon, dan blijft er nog 120 staan. Dan pak ik de serveerwagen. Serveerwagen, leuk voor in je kamer die je binnenkort gaat huren, hè? Met je vriend. Ja, lijkt me gezellig. Gaston, 4 hele mooie prijzen voor Brigitte. Daar komen ze aan achter elkaar. Ring, ring, daar gaat de telefoon. Wat een genoegen om dit telefoontje aan te nemen met dit fraaie toestel. Hij is voorzien van nummerherhaling, telediensten, regelbare zoomer en een volumeregelaar voor de horen. Ooit een butler op wieltjes gezien? Nee, hier staat er een serveerwagen met afneembare dienbladen, afzonderlijk te gebruiken. Wat een leuk apparaat, de waarde van 120 gulden. En Brigitte, je volgende prijs. Hij is modern gestileerd, natuurlijk deze prachtige espresso set. Je zet er de lekkerste koffie mee en met behulp van het dienblad breng je niet alleen de kopjes rond, maar ook het bijpassende suiker- en roomstelletje. En Brigitte, je laatste prijs, maar wat voor eentje. Worteltjes raspen, friet snijden, aardappel pureren en ga zomaar door. Ontelbaar veel mogelijkheden met deze mini foodprocessor die in geen enkele keuken mag ontbreken. Wat een leuke prijzen voor onze stapgrage dame uit Tilburg. Van harte. Gelukkig, Brigitte, ook in de prijzen.
Wij gaan naar de derde ronde toe en dan geven we altijd eerst even de tussenstand. En wij moeten helaas constateren dat onze sympathieke Harm nog allemaal nullen op het bord heeft staan. Maar Harm, maak je geen zorgen, dat kan allemaal in de derde ronde nog gaan veranderen. Op de tweede plaats staat Brigitte met een bedrag van 500 gulden, maar aan de leiding gaat met 1390 gulden Monique. Derde ronde nu, hoogste geldbedrag maar liefst 4000 gulden. Er blijft natuurlijk Pekerbank Roet in het spel, de verliesbeurt is weer terug, de joker die is er nu uit. De bonus, ja, die lag net lekker eventjes rustig te genieten, alvast een beetje van Mexico bij Monique. Maar helaas, het is er niet in geslaagd om de bonus ook bij haar te houden, dus die is weer terug in het spel gekomen. En onze winkel die is weer groter, fraaier en vooral veel duurder geworden, die is spik, splinternieuw. In de derde ronde gaan wij in de categorie eten en drinken op zoek naar een woord van 8 letters in het totaal. En Brigitte mag wederom haar geluk gaan beproeven. Succes! Eten en drinken, 8 letters. Brigitte, helaas, dik voorbij de 4000 en het wordt een 400. Nullertje minder. De N van Nico. Een N zit er niet in. Harm. Gaat goed, Harren. Je komt op 200 gulden. G van Gerard, hè? Een G, nee. Monique. Oh, Monique, wij gaan een versnelde ronde spelen. En dat komt door onze moeilijke titel in de tweede ronde natuurlijk. U weet het, medeklinkers, die leveren geld op. Klinkers mag je ook noemen, maar leveren geen geld op. En we gaan spelen voor het bedrag dat zo dadelijk bij Harm komt. En dat bedrag, dat wordt 450 gulden. En Monique was aan de beurt. De L van Leo. En L zit er niet in. Brigitte. De T van Tinus. Eén keer, weet je het woord? Harm. B van Bernhard. Nee, Monique. R van Rudolf. Nee, Brigitte. S van Simon. Nee, Harm. K van Karel. Nee, Monique. D van Dirk. Ja, zit erin, weet je het woord? Advocaat. Dat zochten wij inderdaad, advocaat, mensen, ze heeft het, ja. Oh, Monique, je kreeg er bijna hartstilstand van, hè? Ja, het scheelt weinig. Ja, het scheelt weinig, inderdaad. Drink je het wel eens, een advocaatje? Nee. Nee, nooit? Nee, wow. Heerlijk. Van, lekker. Veel eieren zitten erin, hè? Niet goed voor de lijn in ieder geval. Okay. Maar jij mag jou wat schelen. Jij mag lekker prijzen gaan kopen. Niet zo'n erg groot bedrag, maar toch, 500 gulden. Ga je gang. Even kijken, hoor. Even kijken. Voor 230 gulden piratenschip. Voor 230 gulden een piratenschip, dan staat er nog 270. Doe maar voor 130 gulden beautypakket. Voor 130 gulden een beautypakket. Dan staat er nog 140, Monique. Nou, het kinderspeelgoed voor 120. Ja, lijkt mij ook. Voor 120 gulden kinderspeelgoed. Dan blijven er 2 tientjes staan. Daar krijg je een waardebon voor. En Gaston gaat jou de mooie prijzen vertellen die je net uitgekozen hebt. Gaston. Monique, voor de tweede keer vandaag. Hier komen ze aan. Een must voor alle peuters en kleuters in Nederland. Maar natuurlijk krijgt ze ook deze waardebon van 20 gulden. En ze mag in deze prachtige catalogus een aantal boeken of cd's kiezen. Veel plezier daarbij. Dan je volgende prijs. Een must voor alle peuters en kleuters in Nederland. Dit is het prachtig speel- en leersysteem. Nog nooit hebben kinderen met zoveel plezier leren tellen en herkennen. Je hebt hier een startpakket met elektronische pen en 7 aanvullende boekjes. 5 producten om optimaal te genieten van de zonnestralen. Het resultaat is een langdurige, stralende bruine tint. En bovendien wordt het beautypakket aangevuld met een haargel. Je volgende prijs. De tijden van kapitein Roodbaard en kapitein Haak herleven met dit piratenschip. Samen met de vele accessoires beleven je kinderen vele avonturen met dit unieke speelgoed te waarde van 230 gulden. Onze kandidaat uit Purmerend, Hans, is weer de gelukkige. Reken maar van yes, Gaston. Wij gaan vlug de superronde spelen en dat betekent weer afscheid nemen helaas van 2 kandidaten. Ja, naar de tweede ronde ging het al niet goed. Toen zei ik, nou, komt misschien wel goed in de derde ronde, maar het is niet goed gekomen. Er zijn allemaal nullen blijven staan op het scorebord van onze Harm. Helaas, Harm. Tweede is geworden Brigitte met 500 gulden. En de winnares tot nu toe met een bedrag van 1890 gulden is natuurlijk Monique. Ja. Monique, je mag met Hans naar de hoofdprijs. En kijk eens, hier staat hij. Een zojuist geïntroduceerde nieuwe uiterst comfortabele 4-deur sedan. In deze wagen kun je de ruimte nog echt ontdekken. Hij is voorzien van een krachtige 1.4 injectiemotor en natuurlijk een geregelde katalysator. Monique, welkom aan boord en geniet van de hoofdprijswaarde van 27.200 gulden. Succes! Monique, daar staan we dan.
Belangrijkste moment van de uitzending. Zeker. Wij zoeken vandaag in de categorie flora en fauna een woord van 6 letters slechts. Ga je gang. De elfenleeuw. De elfenleeuw. R van Richard. R van Richard. D van Dirk. D van Dirk. N van Nico. N van Nico. De K van Karel. De K van Karel. En wat wordt je klinker? De A. De A. We gaan kijken. 3, dat is vrij veel. Je tijd gaat nu in. Dolfijn. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, met je auto. Fantastisch. Geweldig. Ga erin zitten. En ik heb een zoen van me. Geweldig. En hier is de weer uit op deze zaterdagavond. Hartelijk dank voor het kijken. Wij zijn de maandag weer. Tot ziens. Dag. Wat een leuk einde aan dit Rad van Fortuin. Monica Purmerend, natuurlijk ronde nummer 1 en ronde nummer 3. En bij elkaar met de hoofdprijs heeft ze voor 29.090 gulden aan prijzen bij elkaar gepuzzeld. Ja, zo kan het gaan in het Rad van Fortuin. Tot maandag.